Tot nu toe zijn er verspreid over de 6 ziekenhuizen 1300 personen gevaccineerd. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid zei dit vandaag tijdens de persconferentie in verband met de start van de voorlichtingscampagne in verband met het nationale COVID-19 vaccinatieproject. De bewindsman zegt te begrijpen dat er veel ruis is ontstaan over het vaccin en dat er daarom een voorlichtingscampagne komt. De COVID-19 vaccinatiecampagne wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid uitgevoerd door de stichting De Backlot. Wij komen morgen uitgebreid terug op de persconferentie.